En ik vroeg ze wel eens, wat ben je? Politicus of staatsman? Want de politicus neemt de sociaal gewenste besluiten. En de staatsman neemt de maatschappelijk noodzakelijke besluit. Voor mij is leidinggeven gedrag beïnvloeden. En inspireren is dus uiteindelijk gedrag beïnvloeden. Van die anderen, want die wil je meekrijgen. En bij gedrag beïnvloeden, dat is leuk, maar je wil ze een bepaalde kant op hebben. Dus je probeert een koers aan te geven van, daar moeten we naartoe. Dat is leidinggeven. Niet meer, niet minder. Zo simpel is het eigenlijk. Doelen stellen is één. Koers geven is twee. En ik vond het heel mooi in een paar verhalen van de sprekers hier voor mij. Koers geven is een kompas hanteren. Als leidinggevende moet je ook het morele kompas van je mensen durven en kunnen zijn. Moreel kompas is uiteindelijk de goede koers aangeven. Want leidinggeven en inspireren kan alleen maar op één manier. En dat is dat u eerlijk bent en duidelijk. Naar uzelf en naar uw mensen. Eerlijk en duidelijk zijn. Klinkt zo simpel. Het is zo enorm moeilijk. Beste voorbeeld, als u kinderen heeft, consequent zijn in opvoeden is het moeilijkste wat er is. Naar mijn ervaring durf ik de stelling aan door te zeggen dat als de sfeer goed is, komen de resultaten vanzelf. Loyaliteit is 3 keer nee durven zeggen. Challenge je mensen om je tegen te spreken. Haal het maximale uit je mensen. Laat hun kennis en ervaring gebruiken. En laat ze die meegeven op de momenten dat het kan. Als er op je geschoten wordt, is die discussiegroep nee. Als de baas dan zegt, linksaf gaan we linksaf. Dan zijn we zo directief als de pieten. Maar als het kan, gebruik de kennis en ervaring van je mensen. Laat ze je tegenspreken. Hoeveel leiders heeft u meegemaakt die durven te zeggen dat het er niet om gaat dat ze gelijk hebben, maar dat ze het juiste besluit nemen? En als je als leider durft te zeggen dat jij altijd het juiste besluit neemt, dan maak je je mensen monddood, want blijkbaar heb je hun kennis en ervaring niet nodig. Dus durf je mensen uit te dagen om mee te denken en geef ze daar de ruimte voor.